bedoeling bij de ploeg uit Deventer is dus dat Rijsdijk de tweede spits is. Naast Valkenburg. En dat de buitenspelers wat meer hangend acteren en niet zo scherp staan. Dit is Valkenburg. Met Latsman. Weer een overtreding. Vastgepakt. Latsman. Gebaard van Boekel. Vrijwel overal op het veld is Van der Linden de man van de spelervattingen. De kopstoot van Schmid en het is raak. Doken Schmid. De adelaarshorst ontploft. Hij, de Vries dus, in het Deventer-team loopt naar de eerste paal. Dat is ingestudeerd en Diederik Boer is kansloos. Rijsdijk, Valkenburg 2-0. Zo, wat een begin zeg. Binnen het kwartier 2-0 voor de Eagles. En weer Valkenburg die scoort. Woensdag deed hij dat ook. Toen werd het 1-1. En nu 2-0. Zijn zevende goal. De lange bal van Schmid. Slecht verdedigd bij Peck. Rijsdijk kan die bal aannemen. En Valkenburg scoort. Broersen, aanvoerder vandaag, gaat eraf. Dat zal een tactische wissel zijn, lijkt me. Want ik heb niet de indruk dat Broersen dit leuk vindt. Latsman en Van der Werf nu naast elkaar. Even gevaarlijk daar, even listig dat terugspelen. Maar het loopt goed af. Asiante. Saimak. De beste mogelijkheid misschien wel voor Pek Zwolle tot nu toe na ruim 40 minuten. En zo komt Pek eigenlijk niet aan voetballen toe. En dat is waar dit team goed in is. Jannie maakt ze weer gek daar achter het doel van Diederik Boer. In de tweede helft is dat altijd vast patroon met die grote vlag. Daar gaat Latsman. Ja, nou had hij af moeten spelen of hij moet scoren. Dat doet hij ook niet. Hij had af kunnen spelen naar Benson. Rijsdijk. Houtkoop haalt hem. Rijsdijk Willem krijgt hem ook, Rijsdijk. En dan Antonia met de 3-0, jawel! Weer een perfect voorbeeld van een uitstekende omschakeling. Antonia, zijn vierde goal van dit seizoen. Ja, ja, wat zijn ze blij. En terecht. 3-0, wie had dat gedacht? Ik niet. Vooraf. Heel eerlijk. Tjuruts maakte de fout, maar knokt terug. En dat is misschien wel het moment wat bepalend is voor deze wedstrijd. De inzet van al die spelers van Go Ahead Eagles. Die is enorm. Schmid. Antonia. Schmid weer. Was dat Hens? Dat was Hens en dus een penalty. Ja. Hoe kan je dat daar nou doen, Gravenbeek? Daar in de hoek van het strafschopgebied. Totaal onnodig. Ja, hij krijgt die bal op zijn arm. Van der Linden heeft de bal op de stip gelegd. Op weg naar 4-0. Zo is het. De vernedering voor de vijand uit Zwolle, zoals men dat hier vindt, is compleet. 4-0. Wie had dat ingevuld op het totoformulier bij de kapper? Of de sigarenboer? Klies. Valkenburg op weg en het schot van Nijland. Ja, dan zit hij erin.
En is het 4-1. Een afgeslagen aanval en een rake poeier van Stef Nijland. En gebeurt er dan toch nog iets? Asiente. Thomas. Maak er nog een wedstrijd van. Nee, op de paal. Go Ahead Eagles. Vanaf de eerste minuut. Baas in de eigen Adelaarshorst. Baas in eigen huis. Een overwinning van het collectief. Deventer, Foukeboy en zijn mannen. Zij vieren feest, want zij hebben deze IJsselderby hier met grote cijfers gewonnen. En wie had dat gedacht? 4-1.